een eerbetoon aan Dick Wessels. Vorige week dinsdag overleden. Geldschieter was hij. Van de eerste orde hier in Enschede bij FC Twente. Belangrijke sponsor. Met name in de tijd dat het Twente niet voor de wind ging. Het is nog rommelig. Ajax krijgt niet echt de tijd om te voetballen. Twente zit er bovenop. Dit is Jensen opnieuw. Goeie voorzet zeg. Boeren klaarleggen. En doelpunt Twente. Nee. Wat een kans voor Lindel. Dat had de voorsprong moeten zijn voor Twente. Hoe krijgt hij het voor elkaar dat hij die bal nog naschiet? Boeren. Kwijt bij Beuber. Hier komt de kans voor Ajax. En dan moet hij erin, maar gaat hij er niet in. En heeft ook Ajax een 100% kans laten liggen via David Neres. Zo is het wat dat betreft in balans. Allebei een reuze kans. Twente kreeg hem via Lindel. Ajax via zijn topscorer David Neres. Maar het staat nog altijd 0-0. Hier gaat Weber, die andere Oostenrijker. Maximilian Weber. Tackle veel te hard. En een gele kaart voor Tesker. En deze tackle is stevig van Tesker. Kost hem een gele kaart. Lasse Schöne. Met zijn rechter. De verre hoek en raak. 0-1. Hij hoeft niet hard. Het is de hoek van de keeper. Brondeel komt er niet bij. En de geplaatste poging van Lasse Schöne levert de voorsprong voor Ajax op. Ook hier weer meteen balverlies van Ter Avest. Kluivert. Zo, die wordt ook stevig geraakt, zeg hier. En wat is daar de straf dan voor? Geel voor Hooiveld. En dit had veel en veel erger af kunnen lopen. Kamikaze actie toch, met gestrekt been. Lasse Schöne nu de andere hoek. En 0-2, ja dat helpt als je een specialist in de ploeg hebt. Nu de andere hoek dus en Brondeel kan er weer niet bij. Zo maakt Lasse Schöne het verschil. Nog altijd moet Hichler het ontgelden. Maar als die spreekkoren zo doorgaan, zou het me niet verbazen als Dennis Hichler de wedstrijd straks stillegt. Kan Twente iets terug doen? Onana zit mis en daar op de lijn. Veldman, was het Hens? Het gaat nog altijd door. En geweldig gekeerd door Maximilian Weber. Hichler zegt geen Hens. En de scheidsrechter is hier zeker van zijn zaak. Spektakel in de slotminuut. Ja, een beetje een rare beweging wel van Veldman. Moeilijk te zien zo. Asaidi. Achter Lindel, maar misschien wel gewoon bedoeld voor Cuevas. En die neemt de bal zo slordig aan dat Neres kan verdedigen. Het wordt wel een corner voor Twente. Hey, zij hebben het even met elkaar aan de stok. Cuevas en David Neres. Koppen tegen elkaar. Wat gaat de scheidsrechter daarmee doen? Ziyech bemoeit zich ermee. Hichler moet hierin gaan grijpen. Inmiddels de hoekschop en die vliegt erin. Doelpunt voor Twente. Via Stefan Tesker. En dan is het dus meteen weer de wedstrijd. Ja, er leek geen veldje aan de lucht voor Ajax. 0-2 bij rust. Maar door die goal van Tesker is de spanning helemaal terug. Oh, foutje Cuevas. Weer een schop uitgedeeld door Hooiveld. Die hier eigenlijk gewoon zijn tweede gele kaart zou moeten krijgen. Maar Hichler spaart hem. Komt gewoon weer te laat. Deelt de schop uit. Vrije trap Ziyech. En bal op de paal. De Ligt nog. Twente ontsnapt hier. Het verschil tussen Twente en Ajax blijft 1. De eerste sneeuw. Vroege kerstsfeer in Enschede. Holla. Ter Avest. Slingert hem voor. Daar is Boeren. Boeren met De Ligt. Tesker. Oh!
is het zijn avond. 2-2. En wat een geweldige uithaal. Twente heeft veerkracht. Twente heeft Stefan Tesker. Neres. Kluivert kan. Justin Kluivert. Oh, over Brondel in. Hij zit erin. Het staat 3-2 voor Ajax. En weer maakt hij een doelpunt. Vorige week de hat-trick tegen Roda. En nu misschien wel de winnende tegen Twente. De bal wordt van richting veranderd. Daardoor is Brondel kansloos. Ziyech. De combinatie zit er niet in met Siem de Jong. Omdat Hooiveld ingrijpt. Missen van Veldman. Boeren. En slagveer. De paal. Hoe is het mogelijk? Wat is slagveer daar dicht bij 3-3? Hier komt Neres. 4 van Ajax. Neres. Hier komt Schöne nog. Schöne om het af te maken. Maar Brondel kan nog redden. Spanning tot het eind. Lindon met de vrije trap. En dan gaat hij voor Twente. 3-3. 3-3. En Boeren heeft zijn goal. Niet te geloven, zegt Keizer. Het is inderdaad niet te geloven wat we vanavond te zien krijgen in Enschede. Van 2-0 naar 2-2. Van 2-3 naar 3-3. Hoe lang mag Ajax nog door? Ziyech. Combinatie is aardig. Ziyech heeft daar nog een doelpunt op zijn schoen. En waar iedereen het laatste fluitsignaal verwacht van de scheidsrechter, komt er nog een hoekschop. Schöne. Nog altijd fluit Higler niet af. Lasse Schöne. Hier komt de kans voor de Jong. En dan gooit Hooiveld zich ervoor en is het afgelopen. En pakt Twente een punt. En eindigt Twente Ajax in 3-3 in de sneeuw in Enschede.